De belangrijkste filter in uw aquarium gaat biologisch filtering zijn. En dat is dan vooral uw steen eigenlijk. Daarmee raad je altijd aan om zeker genoeg steen in uw aquarium te leggen. Nu, de moderne tijden komen er meer en meer biologische filtersystemen ook. Van die blokken die eigenlijk heel veel oppervlakte verzorgen ook voor bacteriën. Dus er zijn al mogelijkheden om minder steen in uw bak te houden. Maar ja, er is ook minder plek om koraal te zetten. Maar eigenlijk dus de belangrijkste filtratie in uw aquarium gaat de biologische filtratie zijn. Dus de stenen. Of hetgeen dat je in de sump kunt extra keramische ringen of bioballs of eenders wat gaan zetten. Dan een heel bekend element is natuurlijk de eiwitafschuimer. Dus er zijn wel systemen die draaien zonder afschuimer. Maar dat zijn wel extreme gevallen. Plus, ja, zeker voor beginners raad ik gewoon aan eiwitafschuimer. Ik vind dat toch een onmisbaar onderdeel van filtratie. En eigenlijk heb je daar toch wel genoeg aan. Wat er ook nog gebruikt wordt, is de mechanische filtering. Meestal filtersokken en van die gafzakken. Die worden in de sums wordt er altijd voorzien dat je die daar wel in kunt hangen. Of ze hangen die gewoon onder de terugvoer. Maar ik zelf vind eigenlijk ja, filtersokken te veel een gedoe. Je moet die uitwassen en alles. Ik gebruik watten. Dus ik leg een lapje watten waar dat water overloopt, dat het dus uit het aquarium terugkomt. Dus ik zorg ermee ook dat mijn sump ook proper blijft. De watten zijn heel goedkoop. Om de 2 à 3 hangt er vanaf hoe snel dat ze vouwen. Dagen, dus 2 à 3 dagen, vervang ik die gewoon. Dus smijt ik weg en vervang ik die. Dus op die kleine bak bijvoorbeeld, daar heb ik alleen dus mijn biologische filtering door de stenen, bodem en ook niet uit wat. Daar zit een eiwitafschuimer op, daar zit dus watten. Dus het water komt eerst over watten. En daar heb ik dan nog een mini-reactor met actieve koling. Waarom gebruik ik dat? Ja, het houdt het water ook mooi proper, hè, mooi helder. Maar ook de lederkoralen, die kunnen wel gifstoffen afscheiden, ja, als ze wat boos zijn op een ander koraal. Dus sommige koralen gaan dus chemisch oorlogs voeren, hè, om plaats. Dat haalt dat er dan ook uit en zo. In de grote bak heb ik dat ook. Maar daar heb ik dan ook nog een biopellet reactor. Dat is eigenlijk meer voor de bacteriën te gaan voeden. Hè. Een koolstofbron. Ja. Ook de vodka gebruik ik daar. Voor de rest is het ook alleen maar biologisch en dan eiwitafschuimer. Dus eigenlijk basisfiltering, biologisch, eiwitafschuimer en dan eventueel dus een mechanische filtering voor dat uw water in de sump komt. Dat is eigenlijk basis en daar kun je eigenlijk toch al heel veel mee. Ja, ik heb eens bij een fabrikant een interview erover gevolgd. En die zei eigenlijk zo de 2, 3, 4 dagen is de grootste reactie van actieve kool weg. En, die gaan, en dan verandert dat. Die gaan wel componenten vasthouden en zo. Maar dan wordt het meer een biologische filtering. Terwijl, als je het dan te lang laat zitten, dat is hetgeen wat ik toen gevolgd heb. Hè. Als je het te lang laat zitten, dan zou je dat weer loslaten terug zelfs. Maar die van mij, ik moet zeggen, ik laat dat altijd in een maand zitten. En mijn, hier dacht ik, ja, misschien blijft het altijd mooi helder, het water. Omdat ik natuurlijk op de grote bak UV heb zitten ook. Maar op het klein bakje zag ik het verschil wel. Vanaf dat ik daar de mini-reactor met actieve kool in deed, zag ik wel het verschil van het water. Het wordt voor meer doeleinden gebruikt, dat is enkel maar voor helder water. Het is heel belangrijk dat je je biologische filtering goed op peil houdt. Dat die goed gezond blijft. Dat je die niet gaat overbelasten. Voor mij, uit mijn ervaring, denk ik wel het belangrijkste.
Ja, de eiwitafschuimers, natuurlijk, door de producent wordt daar al opgezet van oké, die afschuimers zijn goed voor bijvoorbeeld van een bak tot 100 liter of tussen 400 en 600 liter, als bijvoorbeeld de bubbelmaag is die ik op de Nano heb staan. En mijn bakje is 100 liter, maar de afschuimer is goed tot 400 à 600 liter. Dus eigenlijk zou ik zelfs nog zeggen dat deze afschuimer iets te groot is. Voor dat bakje. Maar ik zou wel zeggen, groter is beter. Dus als je... kwaad kan. Nee. Ja, jawel. Als hem te groot is, zou hem eigenlijk het water te veel kunnen strippen van nutriënten. Waarom? Koralen nemen ook nitraat en fosfaat op. Okay. Als voeding, zou ik maar zeggen. Dus als uw water te arm wordt aan... nitraat en fosfaat kan het ook slecht zijn. Dus te proper water is zelfs soms een probleem voor sommige koralen. En dan zullen we dat ook wel merken. En dan gaan vaak mensen ja, nitraat of fosfaat toe gaan voegen. Of meer gaan voeren om de vissen. Als ze dat probleem hebben. En een te grote afschuimer kan het water ook wel te veel strippen. Nu zitten wij in zeewater wel op heel lage waardes van nitraat en fosfaat en dat je bij zoetwater gewoon zei. En bij ons raden ze aan een fosfaat van rond de 0,04 bijvoorbeeld. In mijn grote bak komt die niet hoger dan 0,02. Mijn nitraat is momenteel 10 in de grote bak. In het klein bakje is het fosfaat 0,04. En nitraat van 7 of zo, denk ik. Dat was 7 of 8. Dus op zich is dat wel laag. Ja, als die balans tussen nitraat en fosfaat niet goed zit, is het ook niet goed voor een bak. Dan gaat het ook problemen hebben. Dus er zijn wel afschuimers die je bijvoorbeeld dat je kunt de pomp controleren. Je kunt de luchttoevoer controleren, maar eigenlijk zou je dat met elke afschuimer wel kunnen. Als je daar gewoon op de luchtaanzuig een krantje op zet, kun je dus ja, de luchttoevoer regelen. Maar de meeste kunnen wel dus gaan regelen hoe hoog het water binnen in de body is, zou ik maar zeggen. Omdat anders gaat die overlopen. Hè. Dus ze zijn wel regelbaar, maar de ene is kunnen veel meer afregelen als de andere bijvoorbeeld. Dus als je nou, ik zou zeggen, voor een eiwitafschuimer, als je bijvoorbeeld een bak van 200 liter hebt, pak er niet een voor 200 liter, pak er een voor 400 liter. Ja, dat was een beetje een timing dat ik het vroeg van, is het beter om iets zwaarder te gaan of iets te veel te hebben uiteindelijk? En als je merkt van, mijn nitraten en fosfaten worden te laag bijvoorbeeld, dan ga je eigenlijk een beetje gaan remmen op een afschuimer. Ja. Ja, je zou het ook bijvoorbeeld, mijn afschuimers draaien 24 op 24. Maar je zou ook kunnen zeggen van, omdat ik voer s'nachts, of als de lichten uitgaan, geef ik voer voor de koralen en plankton. Dat is ook voor de koralen en zo. En voor de koopjepots, amfipots, alle kleine organismen die in de bak leven. Dus ik zou eigenlijk normaal dan tijdens dat voeren mijn afschuimer moeten uitzetten. Want die gaat dat ook afschuimen natuurlijk. Maar ik doe dat niet. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, als je toch merkt dat je afschuimer te veel het water houdt, zou je kunnen zeggen, s'nachts zet ik hem uit. Of met een timer werken. Je hebt ook afschuimers die al een controller hebben, dat je zelfs kunt instellen. Tussen dat uur en dat uur wil ik hem niet opzetten. Of die een feedbutton hebben, dat je hem kunt afzetten terwijl je de bak voert. Dus als je zegt van oké, hij doet te veel, dan zou je kunnen zeggen oké, s'nachts, als de lichten uit zijn, zet ik de eiwitafschuimer ook uit. Of overdag en s'nachts. Want ja, als je s'nachts natuurlijk, als je licht uitgaat, je pH gaat ook dalen. Hè? En de eiwitafschuimer die mengt zuurstof in het water. Dus ik weet natuurlijk niet of dat dan ideaal was. Zijn. Ik weet dat er mensen zijn die hem s'nachts durven uitzetten, maar... Ik vraag mij soms, ik stel mijzelf die vragen, ik weet er nog niet veel over, maar ik denk dat dat misschien nefaster was zijn voor uw pH. Ik weet het niet. Omdat
dan heb je ook minder zuurstof dat wordt vermengd in je water. En het is toch wel belangrijk dat je die pH dat die stabiel blijft. Vaak wordt er gedaan als je een wierfilter hebt, bijvoorbeeld in de sump. Je kan gewoon als je sump groot genoeg is, kun je twee afdelingen pakken. Dus een stuk waar je afschuimer staat en een stuk waar dat je wieren in houdt met een lamp. Dus wieren die gaan dan. Die worden heel vaak gebruikt als een natuurlijke filtratie voor nitraat en fosfaat. En die gaan dat opnemen, die gaan groeien. Als die, dat stuk van je sump vol gegroeid zit, ja, dan haalde jij daar een paar handvolle of zelf misschien 2/3 ervan uit. Je gooit dat weg en je hebt zo je vuil afgevoerd. Hè. Dus nitraat, fosfaat is weg. En hetgeen dat overblijft, laat teruggroeien en die gaan... Dan wordt er vaak gedaan, als het licht van een bak uitgaat, dan gaat het licht van de sump aan, van de wierenfilter. Dat wordt ook gedaan zo, om dan eigenlijk die pH toch wel op dezelfde hoogte te houden s'nachts. Dus ja, het is een beetje kiezen allemaal. Maar nu dat ik er over bezig was met die afschuimer, dacht ik van ja, maar eigenlijk... Ik weet dat het gedaan wordt, dat ze s'nachts uitzetten. Maar ik weet ook iemand bijvoorbeeld die de... s'nachts laat draaien en overdag uit het staan. Ik denk het makkelijkste, uit mijn standpunt zou ik gewoon de juiste afschuimer nemen. Nu, deze voor mijn kleine bak is te groot, maar ik heb hem gekregen. Dus hij past mooi in de sump, hij is stil. En zoals ik zeg, als ik echt merk, moest hij toch te veel eruit halen. Want ik merk het wel aan de afschuimer, want die staat nu al 4-5 dagen erin te draaien en ik zie dat er weinig afgeschuimd wordt eigenlijk, maar ik weet ook uit het meten van mijn water dat mijn water eigenlijk redelijk proper is en als er niks is om af te schuimen, ja, dan gaat hij ook niks afschuimen natuurlijk. Vaak goedkoper apparatuur gaat natuurlijk meer lawaai maken. De ene weefmaker maakt meer lawaai als de andere, de ene terugvoerpomp maakt meer lawaai als de andere. Ik heb wel mijn materiaal gekozen op video's en reviews dat ik ervan gezien of gelezen heb. Omdat ik natuurlijk niet wil, als je tv zit te kijken en dat stoort en je hoort al die pompen, dat is niet plezant natuurlijk. Dus ik probeer het wel zo stil mogelijk te houden, ook de overloop van het water. Er zijn verschillende methodes voor om die zo stil mogelijk te houden. Bij mij is het heel simpel eigenlijk. Mijn kraantje zorg ik ervoor dat mijn overloop, dat water hoog genoeg blijft. Dus dat je niet aan ons gefikt hebt. Dus, ik vind het wel belangrijk, zeker als het in de woonkamer staat, dat het allemaal redelijk stil is. Je hebt heel bekende merken, hè? Van afschuimers, bijvoorbeeld Bubble King en Royal Exclusive. Dat zijn heel dure merken. Echt duur. Maar die zijn ook goed. En zijn heel stil. Maar als ik kijk naar wat ik heb, ik ga kiezen voor meer kwaliteit-prijs verhouding. Zoek ik. Dus, en ikzelf, en ik weet dat er ook heel veel mensen zijn in de hobby, die gebruiken Jebao of J-Cot pompen. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar die zijn iets van naam veranderd. Maar de stromingspompen worden ook heel veel onder de naam Jebao verkocht. En de opvoerpompen zijn al meer onder de naam J-Cot. Dat zijn pompen, prijskwaliteit. Ze zijn niet de duurste, ook niet de goedkoopste. Maar ze zijn heel stil, heel sterk. Vanaf het begin gebruik ik die pompen. En ik heb er nog geen problemen mee gehad. Ik heb ene keer wel van een opvoerpomp gehad dat er een controller te warm geworden of doorgesmolten. Maar ik denk dat dat ook een beetje bij mij wat de fout lag van verkeerd monteren. Ergens wordt er te weinig verlichting was en de stroomkabel wat krom komen te zitten kennen. Dus ik denk dat er deels misschien ook wel wat mijn fout in zat, dat die controller gesmolten is. Maar ja, zoals ik zei, alles kan kapot gaan. Je kunt een goede Porsche hebben en een slechte Porsche. Dat hangt er wel vanaf. Maar dat is prijskwaliteit, vind ik dat een heel goed merk voor pompen. Of nu weefmakers zijn of terugvoerpompen. De weefmakers dus ook. Ja,
Ja, dus mijn wavemakers zijn allemaal Jebao, behalve de Gyre, dat is van Maxpect. Dat is ook een goed merk. Maxpect, die hebben verlichting, die hebben pompen, die eiwitafschuimers. Dus ook een redelijk goed merk. Prijs, kwaliteit. Mijn LED-verlichting bij de T5. De LED-verlichting is ook Maxpect. De Nano gebruik ik. Verlichting is Aesaqua. Die zijn ook iets goedkoper in, voor LED-verlichting. Maar ook met een app, met wifi, kunnen die instellen. Ze hebben redelijk wat kanalen en kleurenspectrum is heel goed af te regelen. En ook al als je reviews gaat kijken, zijn er toch redelijk wat resultaten al mee. Dus het hoeft allemaal niet super duur te zijn. Maar het moet gewoon goed zijn. De bekendste in verlichting, ja, dat zijn Radeon of de AI's, Aqua Illumination. Dat zijn ook dure verlichting, maar wel heel goede verlichting. Heel goede LED-verlichting met heel veel resultaat. En dan heb je natuurlijk nog de T5-verlichting, die... Daar is het vroeger mee begonnen ook allemaal en dat wordt nog altijd heel veel gebruikt. En op de grote bak heb ik eigenlijk een combinatie van LED met T5. Giesemann bijvoorbeeld, dat is een heel bekend merk erin. ATI is dan ook weer een heel bekend merk erin. En ik gebruik ATI. De Giesemann is iets duurder en het zal misschien kwaliteit iets beter zijn. Maar... Van TL-lampen worden veel de ATI's gebruikt. Hier in de Zeewoud-hobby is ATI ook wel redelijk bekend. Ook hier kunnen wij labtest laten doen, bijvoorbeeld. En daar kun je aankopen, een zakje mee. Daar vul je water in en we kunnen zelfs ook je osmosewater mee opsturen. En dat is ook met een app en dat gaat dan naar Duitsland eigenlijk. Daar wordt dan het water in een laboratorium getest en dan kunnen we dat mooi zien ook allemaal. Want zij kunnen veel meer testen dan wat we zelf kunnen testen natuurlijk. Dus ATI is wel een redelijk bekend merk. Ik probeer dat wel een beetje naar de portemonnee te kijken, maar ook, het moet ook degelijk zijn. Want ja, als het elk jaar kapot gaat, ja, dan kost het op 5 jaar kost het u wel een Radeon lamp of... een Giesemann of eender zwaar. Dus als je op techniek naar techniek gaat, als je het kunt, zou ik daar niet te veel op besparen. Ik zou proberen om direct wel met goed materiaal te beginnen en degelijk materiaal. Maar ik zeg het moet niet het duurste zijn. Want er zijn goede merken die goedkoper zijn. Het is belangrijk dat je goede verlichting hebt. En daar zou ik niet te veel op besparen eigenlijk, op verlichting. Ook natuurlijk weer wat dat je kiest, wat voor aquarium dat je wilt houden. Maar als je de meeste, als je een goede winkel hebt, dan gaan die er zeker wel mee helpen om daar een goede keuze te maken in je licht. Nu ja, LED-verlichting is natuurlijk is duur in aankoop, maar goedkoop in verbruik. En dat gaat jaren mee. Moesten ze toch de LED's wat minder worden, dan kunnen bij redelijk wat merken, zeker de duurdere merken, kunnen zelfs vervanging kits kopen voor die LED's te vervangen. Nu T5, dat is een bewezen lamp die het altijd goed gedaan heeft in de hobby. Bewezen heeft dat je daar goed koralen mee kunt groeien. Ja, die moeten toch wel tussen de 9 maanden à een jaar moeten die wel vervangen. Mm-hmm. Want dan zijn die wel opgebrand. Maar ja, het nadeel is, die lampen die verbruiken veel stroom. Zeker als je een grote bak hebt en er zitten heel wat lampen op. Dan bij mij heb ik hier gekozen om hybride, dat komt eigenlijk nu, de laatste tijd zie je dat wel veel meer voorkomen. Dus dat ze eigenlijk gaan LED mixen met T5.
Dus dat ze een combinatie gaan doen. Wat ik er goed aan vind om de combinatie LED T5 is dat je hebt nog wel die schittering van wat je met LED licht hebt en met T5 niet. Dat vind ik wel mooi, zo dat schitteren in dat water. Gelijk als je nu bijvoorbeeld naar de Nano kijkt, dan zie je dat heel goed. Maar T5 heeft veel meer spreiding van het licht. Schaduweffecten gaat het tegen. Dus koralen gaan veel minder last hebben van, ja, van de schaduw van andere koralen of van stenen. En ja, je hebt ook heel veel keuze in lampen. Hè. Dus als je gaat kijken en zoeken op het lichtspectrum. En voor mij een bak is dat redelijk ideaal, omdat die zo diep is om zo te werken. Dus in het midden de LED's en dan voor en achter gecombineerd met T5. Nou ja, mijn bak is zo diep, dus voor mij werkt deze combinatie eigenlijk heel goed. Nu op de nanobak heb ik enkel de LED-lamp en daar wil ik wel dezelfde lamp nog bij aan toevoegen om meer spreiding te hebben. Of misschien ook gaan werken met een combinatie misschien met twee kleinere T5's, maar ik denk dat ik het gewoon daar bij de LED's ga houden. Dus dan wil ik iets meer spreiding nog over een bak, dus ik ga gewoon één LED-lamp toevoegen, dezelfde. Dus die kan ik dan samen controleren met de app. Dus als het over verlichting, ja, ik zeg het over lichtsterkte en zo, ben ik nu niet de grootste specialist, maar ik zou er zeker niet op besparen dat je ineens het juiste hebt. Maar dan nog, ja, er was een schemering, hè. De vissen zijn, ik denk dat die op dit moment niet goed weten, is het nu nacht of is het nu dag. Ja, omdat eigenlijk normaal, 's morgens probeer ik dat wel te vermijden, dat er te veel licht binnenvalt, omdat dat ja, toch wel wat storend kan zijn voor hun biologisch ritme. Maar natuurlijk, nu is het dag voor hun, hè. Nu zijn ze actief en dan gaan ze op zoek naar eten. En, ja. Dus ja, het is, licht is belangrijk, ook voor de vissen. Maar het grootste ja, factor zijn de koralen. Hè. Zeker als je dan dus de SP's waar we over gesproken hebben, zij vragen heel veel lichtsterkte.